de eerste film van Pigeon Pixels maakt u kennis met 4 specialisten op het gebied van het jonge duivenspel. Het spel met de jonge duiven is zonder twijfel een van de moeilijkste en meest ondergewaardeerde disciplines in de duivensport. Misschien is dit spelonderdeel daarom niet bij alle duivenhouders populair. Bij het vliegen met jongen gaat het tegenwoordig niet alleen om de kwaliteit van de jongen. Ook de vaardigheid van de liefhebber speelt steeds meer een grote rol. Jonge duiven verliezen tijdens een vlucht was vroeger niet of nauwelijks aan de orde, als we oudere duivenliefhebbers mogen geloven. Ziekte kende men praktisch niet en van kolie had niemand ooit gehoord. Deze risico's maken het de duiventrainers van nu vaak moeilijk. Daarnaast hebben zaken als medische begeleiding, verduisteren en bijlichten, voeding en voedingssupplementen een hoge vlucht genomen. Het jonge duivenspel is een tak binnen de duivensport waar voornamelijk specialisten de dienst uitmaken en waar je als beginnende hobbyist maar moeilijk tussen kan komen. Een echte specialist is Jan van der Putten uit het Brabantse Handel. Zijn succesverhaal begint als hij zich in de jaren 90 als een van de eerste toelegt op het jonge duivenspel. Kampioen worden interesseert hem niet veel. Asduiven kweken, dat is zijn doel. Om vervolgens zo hoog mogelijk te prijken op de uitslag van zijn favoriete competitie, de best of the best. En daarin is hij ruimschoots geslaagd. Want de laatste 10 jaar behoorden zijn paradepaardjes maar liefst 10 keer tot de beste 25 asduiven van Nederland. Even verderop in Brabant bezoeken we Henry van Doorn uit Ten Dungen. Ook hij is succesvol met zijn jonge duiven. Schitteren op de NPO teletextvluchten is zijn voornaamste doel. In Brabant zijn er jaarlijks 3 van zulke vluchten waarbij de jongen op een afstand van ongeveer 500 kilometer naar huis moeten komen. Vanwege de lange afstand van de NPO-vluchten ervaren veel liefhebbers dit als een uitstekende gelegenheid voor potentiële toppers om te laten zien wat ze kunnen. Veel duivenhouders genieten erg van dit soort vluchten, omdat alleen de duiven die in topconditie zijn en over de juiste kwaliteiten beschikken, uit kunnen blinken. Maar liefst 22 keer stond in de laatste jaren een duif van Henry vermeld op teletext. En 2 maal won 1 van zijn duiven een NPO-vlucht. Bovendien had hij in 2011 ook nog een beste jonge duif in de competitie Wie heeft ze beter? Ook steken we de landsgrenzen over en portretteren we de beste jonge duivenspelers van België op de nationale vluchten. Herman Jespers en zijn zoon Johnny van der Wegen uit Holsbeek. De zogenaamde kettinguitslagen, zoals zij die hebben gerealiseerd, zijn in België nog nooit eerder voorgekomen. Wat dacht u van de 2e, 4e en 5e Nationaal Bourge tegen 30.759 duiven? Of de 4e, 15e, 26e en 31e Nationaal Bourge tegen 31.824 duiven? Tevens stunten ze met wel 8 plaatsen in de eerste 100 prijzen vanuit Argenton tegen 20.844 duiven. Ook van deze toppers moet u iets kunnen opsteken. Iemand die vooral bekend is om zijn spel met oude duiven op de eendaagse vond, maar ook erg goed uit de vleugels kan met jonge duiven, is Nico-Jan Koenders uit het Gelderse Westervoort. In 2002 werd hij nationaal kampioen met zijn jonge duiven. En bovendien was een van die toppers de 2e beste asduif nationaal NPO. In 2006 had hij de 4e beste jonge duif in de competitie Wie heeft ze beter? En verder is hij de laatste 20 jaar maar liefst 19 keer kampioen geworden met zijn jonge duiven in zijn kring. We vroegen deze 4 specialisten naar hun spelsysteem, medische begeleiding, hokinrichting en nog veel meer. U kunt het allemaal zien en horen in onze eerste film van Pigeon Pixels, die vanaf dit voorjaar verkrijgbaar is.